Voor deze super coole beginnerskaarttruc heb je alleen een pakje kaarten nodig. Deze kan je schudden. En dan beginnen we met de kaarttruc. Je laat de toeschouwer een kaart kiezen, bijvoorbeeld deze, en die bekijken ze. Jij zelf weet niet wat de kaart is en je mag hem ook niet zien, dus ze houden dit gewoon voor zichzelf en onthouden het. Vervolgens gaan we deze kaart pakken en ergens in het midden stoppen. Dus we riffelen en de toeschouwer zegt ergens stop, bijvoorbeeld hier, en dan stop ik hem in het midden en hij is weg. Nu ga ik schudden en de toeschouwer mag weer stop zeggen. Dus laat zeggen dat ze stop zeggen hier. We hebben tot daar geschud. Ik laat nu de toeschouwer de kaarten zien. En terwijl ga ik hun eigenlijk aflezen. Dus ik ga door de kaarten heen. En dan kan ik precies aanwijzen wat de gekozen kaart was en waar die ligt in het pak. Dus ik ga gewoon zo door de kaarten heen. En terwijl kijk ik naar de toeschouwer. En dan denk ik dat dit de gekozen kaart was. En nu, duidelijk. Oké, dus dan nu de uitleg voor deze truc. Wat je voor deze truc nodig hebt is een asymmetrisch pakje kaarten. Dat betekent dat de achterkant van het pak een ontwerp heeft dat eigenlijk maar op één richting goed te herkennen is. Dus eigenlijk wil je zo'n soort kaart. Je wilt dus niet zo'n soort kaart, want zoals je kan zien, deze is van de beide kanten precies hetzelfde. Je wilt dus een pakje kaarten hebben die eigenlijk maar op één kant als ontwerp heeft. Dus je weet, als je zo'n pakje kaarten hebt, dan kan je deze truc altijd doen. Dus als je zo'n pakje kaarten hebt, pak die erbij en dan ga ik je nu de truc uitleggen. Het eerste wat we gaan doen, is zoals je kan zien heb ik dus, als ik deze kaarten bekijk, kaarten die rechtop liggen en kaarten die op z'n kop liggen. Wat we gaan doen, is eigenlijk het hele pakje sorteren, zodat alle kaarten één richting op wijzen. Dus, je ziet hier dit mannetje, heeft zijn hoofd hier omhoog. Dus ik ga alle kaarten die kant op draaien. En dat is eventjes werk meestal, maar daarna kan je de truc meerdere keren doen. Nu je dat hebt gedaan, check je nog één keer voordat je de truc gaat doen of echt alle kaarten één richting op ligt. Dus je kan zien, het mannetje heeft zijn hoofd die kant op en dus alle kaarten in het pak moeten ook die richting op liggen. En het is heel belangrijk dat je checkt dat ze allemaal die richting op liggen. Anders werkt de kaart natuurlijk niet. Dus kijk eventjes zo. En als ze allemaal dezelfde richting op liggen, dan kan je de kaart starten. Dus, wat gaan we doen voor de kaart? Nou, je kan eerst de kaarten schudden. Belangrijk is dat je je kaarten schudt op een manier waardoor je niet weer soort van door de, ja, weer schudt dat alle kaarten weer op deze manier gerust zitten. Een goede manier is natuurlijk de overhand shuffle. Want deze schudt de kaarten op zo'n manier dat dit niet wordt veranderd. Zoals je kan zien, alle kaarten liggen nog steeds op goede volgorde. Je kan ook de Hindu shuffle doen, want dat houdt ook de kaarten op volgorde. Je kan dus ook gewoon de kaarten riffle shuffelen, als je dat maar voorzichtig doet dat je de beide gezichten dezelfde kant op hebt. Want in dat geval liggen de kaarten allemaal weer dezelfde kant op. Nu laat je de toeschouwer een kaart kiezen. Dus bijvoorbeeld deze. Zij bekijken die kaart. Nou, in dit geval ga ik ook even kijken. Hartenkoning, maar goed. Zij bekijken die kaart en dat onthouden ze. Nu is het belangrijk dat als je de kaart terugneemt om hem in het midden te stoppen, dat je hem omdraait. Je kan zien waar het naartoe gaat. Dus je pakt de kaart aan en je draait hem om en in die beweging stop je hem ergens in het midden. Je kan ook doen dat de toeschouwer stop zegt, dat maakt niet heel veel uit. Stop in het midden, maar dus let op dat je hem verkeerd om in het midden stopt. Nu kan je weer schudden op de manier zoals net, dus overhand shuffle, wat je ook eigenlijk wil doen. En je zegt dat de toeschouwer stop zegt. Je zegt stop hier. En nu ga je eigenlijk het grappigste doen. Namelijk gewoon de kaarten richten naar de toeschouwer toe. En zeggen dat je hun gezicht gaat aflezen.
Natuurlijk doe je dat totaal niet. Wat je eigenlijk gaat zoeken is naar die kaart die op zijn kop ligt. Dus kijk de toeschouwer in de ogen aan en ga gewoon zo door de kaarten heen. Er komt een punt, nou ik vind hem al heel snel, dat ik de kaart die op zijn kop ligt vind. Je haalt deze eruit en het is de schoppenkoning. Wat doe je nu om de kaart te eindigen? Leg hem weer recht terug in een goede richting en je kan dit oneindig blijven doen. En dat is de hele kaarttruc.